Kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pixelmon. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Oh, Pixelmon, wat zeg ik nou? Pokémon Diamond, man, we zitten in de Victory Road, we moeten verder. Dat dus. In ieder geval, we hebben hier weer een trainer, die gaan we eerst eventjes verslaan. En daarna gaan we wel kijken wat er nog meer komt, want ja, we zijn nog lang niet door de Victory Road heen, heb ik het idee. En dat gaat denk ik ook nog wel eventjes duren voordat we daar nu helemaal klaar mee zijn. We hebben hier een Clefable, ja, die gaat er gewoon aan, want Clefable is gewoon een vervelende Pokémon. Hoppakee, Ancient Power. En ik denk dat dat op zich wel al redelijk in de buurt moet komen van dood. Nee, toch niet. Ik dacht dat dat veel meer damage zou doen als dat daadwerkelijk doet. Drangclaw dan maar. Zo, vorige aflevering zijn we natuurlijk alweer een stukje verder gekomen in ja, de Victory Road. We zijn op zich best wel ver. We zijn nu op, hoe heet dat? We hebben al een paar keer zo'n stukje doorgegaan. We hebben een soort van jumpparcours met de fiets weer af moeten leggen. Dat ging allemaal wel perfect. En dus we gaan nu even kijken wat er voor de rest nog gedaan moet worden. Ik denk dat het nog best wel een stukje is voordat we er uiteindelijk zijn. Maar hey, daarvoor is het niet... daarvoor is het juist de Victory Road. Hij zet een Torterra in. Dan ga ik lekker even met Staraptor spelen. Want ze zijn ook altijd zo vervelend als ik met mijn Torterra zit te spelen. Dus ja. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend dat ze dat doen. Maar goed, hè. Hoppakee. Torterra. En die gaan we afmaken met Aerial Ace. Dat moet op zich wel goed komen. Even kijken, gaat hij hierdoor dood? Oeh, komt in de buurt. Lead sheet, ja, leuk dat je dat doet, heel interessant. Ja, nou krijgt hij een beetje HP terug. Oepdiedoe. Dan moeten we waarschijnlijk één aanval meer doen, of niet? Nou, misschien net niet. We zullen het zien. Dit lijkt net op het beetje HP wat hij overhield, zeg maar, dat... stukje wat er al af was. En... oh, really? Die ene of twee HP die die overhoudt. Jongen, jongen, jongen. Had je die niet direct eraf kunnen doen? En dan krijgt hij weer wat HP terug. Alleen deze keer zal hij het niet overleven. Wat wel vervelend is, is dat hij heel de tijd van mijn HP afpakt. En daarom bouw ik dus zo graag Lead Sheet op mijn Torterra. Want nu zie je ook de enemy Torterra die dat wel heeft. Dat is fucking handig. Gewoon... je krijgt de hele tijd wat HP terug. Je kan wat langer erdoor overleven. En als je dan nog eens een Giga Drain of al iets van die richtingen naast doet. Terwijl Lucario level 37 wordt. En Aura Sphere wil leren. Oké, wacht eens even. Aura Sphere, dat was toch... ja, een power van 90. The user loses a blast of aura power from deep within its body. This move is certain to hit. Oké, dus we doen deze voor Sword Dance of... Quick Attack, Swords Dance, want ja, jullie weten het. Damage, 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 damage. Oké, Aura Sphere, hij heeft hem. Nice. Deze trainer is ook weer verslagen en we kunnen weer een stukje verder gaan lopen in de, ja, de Victory Road. Eens even kijken. Oh, hier hebben we weer zo'n gekke puzzel. Ik moet sowieso die weg vooruit blokken. Want... oké... maar, dit is shit, want ik kan nu niet die kant op, maar wacht even. Is het een trainer? Ja, dit is een trainer, oké. Ik ben benieuwd wat voor Pokémon deze trainer heeft, maar ik weet een maniertje hoe ik daar alsnog zo meteen in kan komen. Alleen dan moet ik eerst even aan deze kant de grot naar beneden en naar boven. Terwijl die opa er compleet anders uitziet als deze, ja, man die je net opeens in beeld zag komen. Even kijken, Dialga tegen een Staraptor. Ik denk dat ik gewoon lekker Ancient Power op zijn kop knal. Volgens mij moet dat wel damage geven. Voor mij was dat nou effective op Staraptor? Ja, toch? Ja, kijk eens aan. Super effective zelfs. Hij blijft nog wel leven. Oeh, Brave Bird, dat is zeker wel een goede Flying type move. Gaat hij mij afmaken? Nee, lange na niet. Hit is met recoil ook nog. En dan doen wij eventjes een Drangclaw om zijn ja, verhaal hier te laten stoppen. En hij is dood. Oké, nice. Die is in ieder geval weer weg.
Dialga krijgt 865 XP. Dat is op zich best wel netjes. En hij zet een Hippodahl in. Wat we dan doen is gewoon met Dialga. En dan gaan we gewoon weer lekker Dragon Claw erop gooien. Ja, we kunnen iets anders doen. Oeh, de Sandstorm. Doet dat damage op mij überhaupt? Volgens mij niet. Volgens mij, omdat ik ook een deels ground ben, doet dat geen damage op mij. Heb ik het idee. In ieder geval, Dragon Claw doet niet zo heel veel damage. Crunch daarentegen doet op mij ook niet zo heel veel damage volgens mij. Nope. Maar krijg ik nu Sandstorm damage is de vraag. Krijg ik Sandstorm damage? Nope. Oké, mooi. Ancient Power. Denk niet dat het veel damage op hem doet, maar we gaan het toch proberen. Nee, dat doet ook niet echt heel veel damage. Ik dan Metal Claw nog maar proberen en anders is, heb ik niet zoveel meer. En dan ben ik toch bang dat we dat Dialga een beetje naar de kloten gaat hier. Metal Claw, we kunnen het proberen. Ik weet niet of het sterk is, we zullen zien. Nee. Oké, en Earthquake doet hij nu en waarschijnlijk is Dialga dood. Denk ik. Ga ik vanuit. Hoop het niet. Ja, daar ging Dialga. Oké, dat betekent nu dus dat Torterra weer dood is en weer Dialga dood is. Waar gaan we mee spelen? Dat gaan we inzetten. Lucario. Lucario, nee, ja, nee, ja, nee, ja. Nee, we doen gewoon Rapidash en doen we Fire Blast gewoon. Om te checken of dat überhaupt nog veel damage doet op deze Pokémon of niet. Fire Blast. Oké, ik mag als eerste. Hij raakt ook gelijk. Doet het een beetje damage op deze Pokémon? Dat is de vraag. Nou, niet super. En ik denk dat hij hiermee mijn Rapidash ook nog eens afmaakt. Want Earthquake is sterk. 6 levels hoger maakt het nog sterker. En jawel, die is ook dood. Wauw, oké. Dit is lastig. Dit is heel lastig. Lucario dan maar. Ja. Aura Sphere of Forspalm? Forspalm. Doet dit dat damage? Niet weer... Oh, niet ook Lucario dood. Don't do this to me. En Lucario ook dood. Oké, dit wordt lastig. Dit betekent dus dat we nog één goede Pokémon over hebben. En dat is de Raptor. En die is niet eens goed tegen Hippodon. Ik wist niet dat Hippodon zo sterk was met zijn Earthquake. Maar daar zijn we blijkbaar achter. Wat we sowieso ook maar doen is gewoon een Quick Attack. 100 punten dat hij dood moet zijn, volgens mij. Dus, ja, kijk. Voor mij was hij echt nog letterlijk 1 HP. Hij is nu in ieder geval dood. We krijgen er een hele hoop XP voor bijna 2000 voor Staraptor alleen. Alleen Staraptor is ook nog maar alleen. Weet je, kijk, ik heb op zich nog best wel wat geld, volgens mij. Ik heb nog 103.000. Wat we gewoon gaan doen, en het klinkt misschien stom, en misschien is het niet wat jullie hadden gedaan, maar ik ga gewoon rustig even al mijn Pokémon healen die echt van pas komen en die ik nog moet trainen. Dus eigenlijk gewoon al mijn Pokémon zullen even een revive ontvangen en zullen eventjes een Hyper Potion ontvangen. Gewoon puur alleen omdat ik dan gewoon nog verder kan in de grot. En ik niet voor je helemaal terug moet. En dat jullie eerst moeten kijken hoe ik weer de hele grot doorloop. Tot aan waar ik nu ben. Dat zie ik niet zitten. En ik denk dat dat voor jullie ook niet heel erg leuk is. Jullie willen natuurlijk zien hoe ik verder kom in de grot. En niet hoe ik weer opnieuw moet beginnen in de grot. En na de grot moet ik gaan trainen. Offscreen. De rest hoeven we even niks te geven qua Hyper Potion en dat komt wel goed. We komen nu wel weer Pokémon tegen omdat ja, de Max Rappel is volgens mij nog niet uitgewerkt. Alleen nu staat Torterra weer bovenaan en die is lager als het gemiddelde van de Pokémon wat hier spawnt. Zo, dat was een boertje ondertussen.
Psychic, ja tuurlijk. Doe even je sterkste aanval op mijn Torterra. Gewoon puur om hem weer eventjes naar half AP te brengen, zowat. En ik... Oh, dat can't escape. Kom op. Word zo moe van. En Torterra is alweer bijna dood. En can't escape. Really? Ik bedoel... Ja, hè? Oké, wat we dan toch maar gaan doen... Ondanks dat we hier lopen, nog maar een Hyper Potion aan Torterra geven. Want Torterra hebben we nodig. En dan zetten we Dialga toch maar bovenaan. Dat we alles met Dialga gaan aanvallen voorlopig. En dat dan eerst Lucario alleen maar getraind wordt. Weet je, kijk, en wat ik nu gewoon ga doen... is gewoon even een max rappen om hier gewoon eerst doorheen te komen. Kijk, het gaat nu toch nog niet om het trainen. Het trainen gaat lekker offscreen gebeuren. Zodat jullie daar geen last van hebben. Maar... ik ga heel eventjes heen en weer, want ik zei dat ik jullie een trucje ging laten zien. Voor als jullie hier zelf nog aan het spelen zijn en je komt hier straks langs en je wilt toch die pokeballetjes allemaal verzamelen. Hoppakee, nu kunnen we deze kant op. En ik denk, oh shit. Dat was niet de bedoeling, ik kan weer terug. Ik deed de puzzel even verkeerd, want ik beukte iets aan de kant wat ik niet aan de kant moest beuken. Zo, hop, en weer terug. Dan hier weer naar beneden. En dan doen we hem weer even aan de kant. En dan moet ik hier even opletten dat ik niet volop tegen dat ding weer aanfiets. En even een nieuwe Rapple aanzetten. Want ik heb geen zin in Pokémon tegen te komen als ik zo'n puzzeltje moet oplossen. Oké, even kijken. Dan moest ik deze moest helemaal zo hierin geduwd worden. Dan kan deze één naar de kant. Dan kan deze weggehaald worden. En dan kan deze één naar onder. Zo, kun je ook nog weer terug. En dan zie ik hier, zie ik al gelijk dat we even terug moeten. En hop, 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 hoppakee. En wat krijgen we? Een Full Restore. Oké, handig. Dat scheelt weer een Hyper Potion in de league dadelijk. En ik zie hier twee trainers staan. Dat wordt Torterra met... Dialga samen. Het wordt een duo battle. Oké, leuk. Ik ben benieuwd wat voor Pokémon ze hebben. Ik hoop niet te sterk, want dat wordt erg lastig. Ze hebben er maar twee. Oké. Een Staraptor en een Whiscash. Juist. Tegen mijn Torterra en mijn Dialga. Heeft Dialga nu nog Ancient Power? Want dan kunnen we Staraptor wel uitschakelen in één keer. Ja. Staraptor. En dan die. Op beide. Ik denk dat dit op zich Staraptor dood moet maken. En Whiscash daarentegen zal nog wel blijven leven. Tenminste als Dialga, ja, super effective. Dat overleeft hij wel. Ik hoop niet dat Whiscash nu opeens Hydro Pump doet of zo op Dialga. Want dan zijn we alsnog de pineut. Ancient Power, oké, ik mag zelfs eerst. Nice. Hoeveel damage doet het op Staraptor? Genoeg. Oké, mooi. Die is weg. Dan is het nu alle focus gelegd op Whiscash. En ik weet niet hoeveel damage onze Torterra gaat doen met zijn Razor Leaf. Ik denk alleen niet genoeg om heel Whiscash naar de grond te krijgen. Alhoewel, er zit een kans in van wel. En die kans is redelijk aanwezig. Maar als ik 1 level of 2 level hoger had geweest, had ik het wel gehaald. Hij doet alleen Earthquake, wat volgens mij op beide Pokémon best wel effectief is. Nou hoop ik niet dat een van de twee weer doodgaat, want onze potion stack is ook niet oneindig natuurlijk. Ze blijven allebei heel erg mooi leven. Dialga mag nu een Dragon Claw doen op Whiscash. En jij mag een Razor Leaf doen ook op Whiscash. Nou, die is dood. Dan kunnen we weer een stukje verder. Want we zijn natuurlijk nog steeds in een soort van puzzeltje bezig. Denk ik. Tenminste, als dit is volgens mij dan niet de hoofdweg naar... Ja, ofwel. Of ik denk nu gewoon van, hey, ik neem een andere weg. Gewoon puur om te kijken of er nog items liggen. En is dit dadelijk het hoofdstuk waar ik doorheen moet? Je weet het niet. Zo, nee, kijk, ik dacht ik al. Hier zit natuurlijk een normale Pokémon. Oeh, Stone Edge. Oeh, wacht even. Stone Edge. Waar staat die?
Stone Edge, ja. Oké. Okay. Dialga, kom eens even hier. Replace. En... Metal Claw. Doei! Oeh, dit is wel heel fijn. Dit betekent dat vliegpokémons echt op moeten gaan passen voor Dialga. We gaan hier weer weg in ieder geval. We zetten de fiets even op normale stand en hoppakee. En dan kunnen we hier heel snel weer doorheen. Zo, zo, hoppakee. En weg hier. Oh wacht, we hoefden die steen niet eens goed te leggen. Je kon hier gewoon overheen, dan kon je alsnog weg. En dan gaan we deze kant op. En dan komen we weer in een nieuw stukje. En mijn Rapple effect wore off. Nou, die gaan we dan toch nog eventjes één keertje aanzetten voor deze aflevering. Hoppakee. En dan gaan we hier naar beneden, want dat zal wel moeten, denk ik. Waar kom ik dan uit, joh? Oh, aan de andere kant van die steentjes. En nou kan ik dus... Ah, oké, hier staat een trainer. Ja. Mensen, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. We zijn natuurlijk weer een stukje verder gekomen. Ik denk dat we ongeveer ook wel... Ja, dat we nu wel een beetje in de richting komen dat we al naar het einde van de grot gaan. Hoop ik. Ik weet echt niet hoe ver we nu in die grot zijn gekomen. In ieder geval, dat komen we vanzelf achter. Ik wil je in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken. Dat heb ik al gezegd, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, als jullie het weer leuk vonden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.